Wel mooi, met mooi. Mijn naam is Chrisje, wij komen net uit Pipo's, dat is daar. En we zijn nu in de winkel, of in de stad, dat lijkt me logisch. En ik wil, waar wij nu voor staan, echt heel graag binnenkijken. Want het is echt gewoon de meest geweldige winkel die er bestaat. Omdat ze er zoveel gekke en aparte en ook wel normale spulletjes hebben voor heel weinig geld. Kunnen horen dat de kerkklokken van daar zo. Het is trouwens niet eens de kerkklok, het is een andere klok. Maar in ieder geval, die blijven doorgaan. Wij gaan nu op weg naar de metro. Het is half twee. Ja, we moesten even weten hoe laat het is, aangezien die klok dus echt helemaal doorgedraaid is. En we lopen dus nu. Oké, ik word misselijk. Ik zie een reuzenrad. Wow. Ik heb hoogtevrees. Ik liet het net zien. Oh, je liet het wel zien. Ik wil zeggen. Oh, wacht. Ik wil even in de boekenwinkel kijken. Oké. Jullie gaan weer uit. We staan bij de metro. We zijn met z'n tweeën. Ik weet dat nog niet door had. En we staan dus bij de metro. Mijn lippen zitten er helemaal af. En we zijn aan het wachten. We moeten nog 5 minuten wachten. Want anders moeten we overstappen. Daar heb ik geen zin in. En wat hebben we allemaal? Ik heb een notitieboek gekocht. Een blauwe en een roze. En die roze is voor Jamie. De blauwe is voor mij. Dus ik ben een beetje omgekeerd. Ik hou meer van blauw en meer van roze. En wat heb ik nog meer? Oh, en we hebben... Jamie gekocht. Oh nee. We hebben latex gekocht voor Halloween. Want dat is zaterdag. En we hebben nog van die infuuszakken. Oh ja. Dat is wel. We wilden ze heel graag, maar we konden ze op Wish bestellen. Maar dan was het dus 2 euro per infuuszak. Nou ja, nu hebben we er 8 voor 2 euro. Dus dat is dan wel een stuk voordeliger. Dus we zijn allemaal erg blij dat we. Latex, dat is voor mijn nek. Kunnen we mooie wonden sminken. Maar we zijn allemaal erg blij. Dat gaan we ook volgen. Chrisje haar nek zo kk. Ja, dat is zaterdag. Vind ik wel een goed idee. Ik vind het latex zelf, heb ik geen probleem mee, maar dit aftrekken doet zo'n pijn. Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb. Ik weet ook niet of ik nog hoorbaar ben, want er komt een metro. Maar het doet zo'n pijn. Ik heb ooit een wond gehad op mijn, het was geen echte wond, op mijn been. Van latex. En die hebben we er dus, die moest ik er dus 's avonds weer aftrekken. Maar dat deed, ik ben onder de douche gaan zitten en heb gewacht tot het zo zacht was dat ik het er dus af kon halen onder de douche. Want dat deed, ik heb denk ik echt al mijn haren uit mijn been getrokken. Dit echt pijn. Ja, wel een hele goede tip. Maar het was ook niet de bedoeling dat ik latex op mijn benen ging smeren. Het was überhaupt niet de bedoeling dat ik latex ergens op mijn lichaam zou krijgen. We zitten in de metro. Yay! Nou ja, dit is niet zo heel erg. Alleen. De metro, het stinkt altijd in de metro. Ondergronds tenminste. Bovengronds is het niet zo erg. Maar ondergronds heb je altijd dat het stinkt. Station, Oostplein, Havenpolykliniek. U kunt hier overstappen. Ik hou er niet van ondergronds te reizen. Ik vind het donker en benauwd en klein. En dan word ik claustrofobisch van. Dus als het helemaal ondergronds zit, word ik gek. Daarom ging ik altijd van bovengronds, als dat mogelijk was. Alleen naar Buffalo. Ja, we zitten nu bij Plaak. Dan heb je geen keuze. Je moet altijd een klein stukje onder de grond door. Nog steeds. Ik noem het droog. Sorry. Nu zie ik dat het scheef zit. Maar, oké, wacht. Zit er nog een beetje mee? Zo, nu zien jullie niet dat het scheef zit. Waar zit die scheef? Hier. Kijk. Oh ja. Maar ja, wat doe je als je in de metro zit en je je verveelt? En de
metrorems ineens. Dat schiet je uit. Maar nou weer wel dicht. Oh, waarom gaat hij weer? Wacht tot hij opgetrokken is. Oké. Okay. Beter? Ja, ik mis hier nog een beetje lippenstift boven op mijn lip. Oh. Ah. Ah. Ja, nu ben ik nog verder uitgeschoten. Ah. Leuk, dit wordt... Shit, nu zit het overal. Leuk, dit wordt gefilmd. Ja, nou ja, dit is dus wat je doet in de metro. Ik heb wel echt een heel ander... Heel andere uitstraling nu, maar dit is dus gekocht voor Halloween. Niet dat ik dit in het echte leven... Ja, jullie kennen me ondertussen wel een beetje. Maar... Ik vind het er ook... Ik vind het ooit hebben. Zo glitterend en blauw. Oh ja, gold. Oh, oké. Okay. Waar ga je dit doen? Voor je hoofd, toch? Nou ja, als we toch bezig zijn. Station Kralingse Zon. Busstation. Voor de duidelijkheid, het is oogschaduw. Maar het voelt echt alsof je lippenstift op je oog smeert. Kralingse Zon. Ik had hem glimmender verwacht. Oké. Nou, oké. Okay. Jullie zien het. Dit gebeurt er dus als je in de metro zit met mijn moeder. Ik moet toch wat doen. Ik hoop niet dat er afgericht op mijn tanden. Maar straks heb ik straks een blauwe mond. Ben ik niet mooi? Niet mooi. Wel mooi. Ben ik mooi? Moet ze nog een mascara bij? Ja, die heb ik nu niet. Heb ik wel bij me. Ja, dat gaan we nu in de metro doen. Oké. Okay.